Good evening, Europe. Goedenavond, Europa. Ik ben Monica Maggioni. En ik ben Conor McNally. Welkom bij een première van Eurovisie. Hartelijk dank allemaal. We zijn vanavond live in meer dan 30 landen op tv, op het internet en via de radio. We hebben vandaag de 5 kandidaten die voorzitter worden van de Europese Commissie. Het is hun kans om 400 miljoen kiezers achter zich te krijgen om die topbaan in Europa te krijgen. Waarom? Omdat uw stem zal meetellen om te beslissen wie de volgende voorzitter wordt van de Europese Commissie. We zijn nu live in het Europees Parlement in Brussel. Vanavond speelt u een sleutelrol in het debat. In het debat over de thema's die voor u van belang zijn. En u kan de hashtag TellEurope gebruiken. Voordat we beginnen, even de spelregels voor vanavond. De kandidaten hebben elk maar 1 minuut om elke vraag te beantwoorden. Ze zullen ook 3 kansen krijgen om daar een antwoord, een repliek te geven. En we vragen de kandidaten Engels te spreken om de vertaling naar de 24 andere talen mogelijk te maken. 3 van hen zullen dat ook doen. De volgorde waarin de kandidaten zullen spreken, die volgorde is vandaag via een urne beslist. En we beginnen eerst even met een paar woorden van Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, om een paar woorden te zeggen ter nagedachtenis aan Jean-Luc Dehaene. Dank u wel, dames en heren. Onze collega Jean-Luc Dehaene is vandaag plotseling overleden. Hij was een buitengewoon lid van het Europees Parlement. Lang is hij premier geweest van België. Zijn opvolger, Guy Verhofstadt, is hier ook bij ons aanwezig. En ik zou Guy willen vragen om toch een paar minuten zijn voorganger in herinnering te brengen. Dit buitengewoon lid van het parlement. Guy. Ja, ik wil het debat openen. Ik wil eer bewijzen, dames en heren, aan een collega van ons, Jean-Luc Dehaene, die vandaag is overleden. En Jean-Claude Juncker en ikzelf zijn zijn collega's geweest in de Europese Raad. En ik kan u zeggen dat hij een geweldige Europeaan was, een groot staatsman. Hij was ook vicevoorzitter van de Europese Conventie samen met Valéry Giscard d'Estaing en met Giuliano Amato. En dat was ook de manier waarop het verdrag van Lissabon tot stand is gekomen. Hij heeft altijd de waarheid gebruikt. Hij zei altijd iets wat niet altijd populair was, maar hij had daar wel de moed voor. Nou heb ik een verzoek aan u allen om dit debat aan hem op te dragen en om een groot man en een grote Europeaan te herdenken. Dank u, meneer Verhofstadt. Dank u wel, meneer Verhofstadt. En we beginnen opnieuw aan uw kant, want u zult de eerste zijn die iets mag zeggen. 1 minuut, u mag beginnen. Dank u wel. Dank u wel. Ja, dames en heren, het zijn hele belangrijke verkiezingen. En ik weet dat steeds wanneer de verkiezingen zijn, politici dat altijd weer beweren. Dat ze allemaal heel belangrijk zijn. Maar dit keer is het echt zo. We staan op een kruispunt met de Europese Unie, met ons continent. We moeten een hele belangrijke keuze maken. We moeten ofwel terug naar onze oude natiestaten, zoals sommige kandidaten nu voorstellen, of we moeten voorwaarts in de zin van een meer geïntegreerd Europa. En ik denk dat de keuze duidelijk is. Als je problemen wil oplossen, zoals klimaatverandering, zoals werkloosheid, zoals slechte financiële producten die van de andere kant van de oceaan komen, dan moeten we Europese samenwerking hebben. Dan hebben we een Europese Unie nodig die sterker is en die dit model kan verdedigen tegen China, tegen India, tegen de Verenigde Staten. Europa is een mogelijkheid om weer soevereiniteit te herwinnen voor onze volkeren, voor onze burgers. Hartelijk dank. We go to the other side of the world. Dan de andere kant. Alexis Tsipras, geef je het woord. Ik ben Alexis Tsipras, ik ben kandidaat van de Europese Links en ik kom uit Griekenland. Het land waar de Europese leiding een experiment wilde uitvoeren met bezuinigingen. En ja, ik hoop dat resultaat, dat geen enkel ander Europees volk zal overkomen. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de andere kandidaten eraan te herinneren, zeker diegene die dat beleid heeft ondersteund, aan het volgende. Kijk,
Is dit nou een successtory in Griekenland? Moet dat herhaald worden of is dat een tragedie die nergens anders mag worden herhaald in Europa? We doen een beroep op alle burgers in het noorden en in het zuiden om de linkse partijen te steunen, zodat we het verwoestende beleid van de bezuinigingen kunnen afschaffen, zodat we kunnen ijveren voor de waarden van Europa, dus sociale samenhang, democratie en solidariteit. Dank je wel. Let's give the floor to Jean-Claude Juncker. Nu het woord aan de heer Jean-Claude Juncker voor de opening statement. Ja, ik zou graag willen dat Europa solidairder wordt. Ik zou graag willen dat we een eind maken aan de verdeling tussen het noorden en het zuiden. Ik zou willen dat wij doorgaan met het consolideren van onze overheidsfinanciën. Maar we moeten wel groei en werkgelegenheid centraal blijven stellen bij ons beleid. Ik zou graag willen dat we niet meer geld uit hebben dan we tot onze beschikking hebben. En dat we de schuld vervangen door ideeën die we tot de interne markt realiteit maken. We moeten sterk staan als we onderhandelen met de Verenigde Staten. We hebben dat verdrag voor de vrijhandel nodig, maar wij moeten ook de normen en standaarden in Europa respecteren. Ik wil een Europese Unie voor energie, om te ontkomen aan de afhankelijkheid ten aanzien van Rusland. Ik wil dat Europa groot is bij de grote dossiers, bij de continentale dossiers, maar dat Europa bescheiden is en ingehouden bij kleine zaken. Ik denk dat we anders grote problemen krijgen. Martin Schulz, het is uw moment voor de inleiding. Dank u wel. We leven in een Europa waarin de belastingbetaler moet betalen voor de speculanten. De speculanten maken enorme winsten, betalen geen belasting. En als ze enorme verliezen maken, moet de belastingbetaler ervoor opdraaien. We leven in een Europese Unie waar 6 miljoen jongeren, mannen en vrouwen, werkeloos zijn. Zij boeten in op hun levenskansen, op hun toekomst, voor zaken die anderen hebben veroorzaakt. Daarom wil ik een Europese Unie die eerlijk is en billijk, die het belang van de gewone burger op de eerste plaats plaatst. En onder mijn commissie, trouwens een commissie onder mij die gender balance moet laten zien, een evenwicht tussen mannen en vrouwen, dat is namelijk ook een zaak die in de Europese Unie van belang is. Dat wordt een commissie die belastingfraude, belastingontduiking zal bestrijden en die vooral aandacht zal hebben voor werkgelegenheid, met name voor de jongere generaties. Daar sta ik voor en daar wil ik ook graag steun voor vragen. Skakeller, with you, we close the first. Skakeller, laatste openingsstatement. Wat ik hier vanavond wil vertellen aan het publiek hier, maar ook aan de mensen die kijken via de tv of webstream, is dat van 22 tot 25 mei het uw keuze is. U beslist welke richting het zal uitgaan met Europa. En wij bieden een alternatief Europa, wij van de Groenen. Ik vecht voor een Europa dat zorgt voor mensen, niet alleen maar voor banken. We moeten de Europese droom een nieuw leven inblazen. We moeten echt zorgen voor iedereen. Het is een sociaal Europa, een Europa van de solidariteit. Een Europa dat klimaatverandering bestrijdt. Maar dat zal ook onze toekomst bepalen. Ik wil een Europa van solidariteit en democratie en van het volk. Daar strijd ik voor. En u beslist van 22 tot 25 mei. Dit is wat ik aanbied en ik hoop dat u met ons zult meedoen. Ik hoop dat u zult stemmen, dat u ook op straat zult komen voor een beter en een nieuw Europa. And here I see Connor again because. Ja, ik zie Connor weer. Ik geloof dat u even gaat uitleggen hoe u ook via de sociale media hier vanavond aanwezig kunt zijn. Ja, op het scherm ziet u onze sociale media platform, waar onze redacteur een internationaal team van deskundigen hebben, uit allerlei omroepen vanuit heel Europa. Die werken heel hard en die zijn met iedereen op het web nu bezig. We hebben mensen uit Oostenrijk, Frankrijk, Finland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en nog vele anderen die eraan meewerken. Ook allerlei omroepen uit Tsjechië, Duitsland, Slovenië en van elders.
Het gaat niet alleen om burgers uit heel Europa die een zegje kunnen doen, want wij luisteren naar iedereen. En er zijn al heel wat activiteiten op het web, ik vertel u daar meer over. Maar het gaat nu met name over de Europese economie. Ja, en daarom zullen we in onze eerste groep vragen beginnen met de economie. Ska Kelder wordt de eerste die zal spreken. Een vraag is, meer dan 5 miljoen jongeren zijn werkloos. Als commissievoorzitter, hoe zou je hun toekomst teruggeven? Ik denk dat het hele vraagstuk van jeugdwerkloosheid is iets wat bovenaan de agenda moet plaatsen. Ik als commissievoorzitter zou dat zeker doen. Want je kunt geen Europese Unie hebben waar een hele generatie verloren gaat. Waar mensen hun vertrouwen in hun perspectief, in hun toekomst verliezen. Dus de jeugdwerkloosheid moeten we aanpakken. Hoe zullen we dat doen? Ik denk dat we alleen maar duurzame banen kunnen creëren voor mensen in Europa. Als we zorgen voor een groenere economie, een meer duurzame economie. Want als het gaat om hernieuwbare energie, als het gaat om energieefficiëntie, maar ook in onderwijs en volksgezondheid, daar zijn de banen te vinden die er zullen zijn voor ons voor 20 jaar, voor 50 jaar. En dat zal ook echt iets opleveren voor de samenleving. Maar het moet ook kwalitatief hoogstaande banen opleveren voor mensen. En heel belangrijk, de jongeren hebben deze crisis niet veroorzaakt. We moeten ze veel meer mogelijkheden geven om ervoor te zorgen dat er geen crisissen zich opnieuw voordoen van deze aard. Alexis Tsipras, hoe ga jij het aanpakken? Als we doorgaan met de rampzalige bezuinigingsbeleid, dan zullen we natuurlijk nooit de werkloosheid kunnen aanpakken. Laten we onszelf geen rat voor ogen draaien. Het gaat eigenlijk om iets structureels. Ja, men heeft de failliete banken met miljarden en miljarden ondersteund. Maar voor de jonge werklozen heeft men slechts 2 miljard nodig. Dus de oplossing voor de werkloosheid bestaat erin dat we echt gedurfde beslissingen nemen voor Europa. We moeten een nieuw akkoord hebben voor de versterking van de werkgelegenheid. En dat moet verlopen op basis van ontwikkeling. Als we doorgaan met de rampzalige besparingsbeleid, dan heeft het geen zin dat we het grote probleem aanpakken van Europa, want dat is de sociale uitsluiting, de werkloosheid en vooral de werkloosheid bij de jongeren. Want dat begint echt gigantische dimensies aan te nemen, zeker in Zuid-Europa. Martin Schulz, meer dan 5 miljoen. Wat gaat u daarmee doen? 6 miljoen jongeren, zo'n 6 miljoen jonge mannen en vrouwen, de best opgeleide generatie wellicht, zijn op dit moment werkeloos. En in die landen waar de werkeloosheid het hoogst is de ruggengraat van de economie, het met een klein bedrijf, gespeend van krediet. De banken kunnen geld lenen van de ECB voor 0,25% en dat geld geven ze niet door. Er wordt alleen maar gespeculeerd. Mijn commissie, het programma, is het met een klein bedrijf steunen in die landen waar de werkloosheid het hoogst is. Door de middelen, de fondsen van de Europese Unie te combineren met de middelen van de Europese Investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf. En voor diegenen die jongeren, mannen en vrouwen werk geven, die zullen een extra korting krijgen. Dat is een programma om de economie weer op te starten door het midden- en kleinbedrijf te steunen en tegelijkertijd concreet de werkeloosheid van jongeren te bestrijden. Dank u wel. Jean-Claude Juncker. We hebben groei nodig. Geen duurzame groei zonder gesaneerde, evenwichtige overheidsfinanciën. En dus moeten we voortgaan met het saneringsbeleid. We moeten dat met verantwoordelijkheid doen, met seriositeit en niet het accent leggen op bezuinigingen. Je moet ideeën hebben. Het gaat om de interne markt in Europa. Daarmee kunnen we 3 miljoen banen creëren. Daarmee kunnen we de jongeren banen aanbieden. Banen voor de toekomst, stabiele banen, geen precaire banen. We moeten ervoor zorgen dat de mobiliteit ook van de jongeren veel makkelijker toegankelijk wordt. Jongeren moeten hun studie kunnen doen in meerdere landen. En ik hoop dat jongeren kunnen reizen en dat ze de kansen kunnen pakken daar waar ze liggen. Goed, Guy Verhofstadt. Wat is uw idee hierover?
Nou, wat ik tot nu toe gehoord heb, dat zijn eigenlijk de oude recepten. Maar die hebben niet gewerkt de afgelopen 5 jaar in Europa. Dus in plaats van nu door te gaan met al die conservatieve of socialistische recepten, met nieuwe schulden, hebben we nieuwe benadering nodig. En volgens mij moeten we terug naar het oorspronkelijke idee van Jacques Delors. Hij heeft de interne markt destijds gelanceerd. Ja, een intelligente socialist. Jij bent niet altijd intelligent, maar hij wel. Ja, krijg ik dan de seconde van meneer Schulz terug? Maar goed, wat wij willen doen... Wilt u doorgaan? Oh, we moeten dus met een nieuwe integratie in Europa beginnen. Maar op de belangrijkste markten. Kapitaalmarkt, energie, digitaal, telecom. Dat is wat we nodig hebben. We moeten de schaal van de Europese Unie gebruiken om een nieuwe stap voorwaarts bij de integratie te bereiken. Om weer te komen tot groei, zoals we in de jaren 80 hebben gedaan. We hebben dat toen tot een succes gemaakt. Dat kan nu ook. About recipes. Governments. Over de recepten dan. En de regering in Europa claimen nog wel eens dat de bezuinigingsmaatregelen werken. Maar er zijn zoveel werkelozen. Is het dan misschien zo dat het geneesmiddel de patiënt aan het omzeep helpen is? Of zou je het misschien anders aanpakken? Ska Keller. Jazeker. En door die soberheidsmaatregelen raken we steeds verder in de crisis. We hebben nu al 17 miljoen mensen die werkloos zijn. Meer dan 6 miljoen banen zijn ze verloren gegaan in de tijden dat we de besparingen hadden. Dus dat is een recept dat niet heeft gewerkt. Het heeft gewoon de situatie alleen maar verergerd. Daar moeten we iets aan doen. In plaats van besparingen moeten we investeren in de economie, maar in een groenere economie. Want we moeten duurzame banen creëren. Banen die er nog zullen zijn, ook over tientallen jaren. Banen die zorgen voor een goede levenskwaliteit voor de mensen. En dat kan alleen als we investeren, bijvoorbeeld in hernieuwbare energie, in energie-efficiëntie, onderwijs en volksgezondheid. Maar we hebben de kans gemist in het laatste meerjarenbegroting van de Europese Unie. Maar we hebben meer groene investeringen voorgesteld. Maar helaas hebben we daar geen steun voor gekregen van de sociaal-democratische fractie en de conservatieve fractie. Want investeringen, daar komt het op aan, niet op besparingen. En wat is your position, Alexis Tsipras? Alexis Tsipras. Eerst en vooral wil ik graag zeggen dat de ideeën die Guy naar voren brengt, dat hij denkt dat die nieuw zijn, maar die zijn heel oud. Die hebben ons juist in de crisis gestort. De crisis van de jaren 30 en ook de zeepbel in de Verenigde Staten. Ja, door dat crisisbeheer heeft men Europa in een groot probleem gestort. We moeten zorgen voor ontwikkeling en maatschappelijke samenhang. Ja, we moeten de vraag aanzwengelen. We moeten ophouden met die paranoia tegenover schulden. We moeten een Europese bijeenkomst hebben, conferentie over schulden. Ja, in 1953 is een oplossing gevonden voor Duitsland op basis van solidariteit. En een deel van de schuld is afgeschreven, is een moratorium gekomen en dan was er ook ontwikkeling. Ja, als we het schuldprobleem niet op een logische manier aanpakken, dan zullen we de crisis niet kunnen oplossen. En dan zal er niets veranderen. Dan krijgen we steeds weer recessie en vernietiging. Martin Schulz. Martin Schulz. Ik zou het natuurlijk helemaal anders gedaan hebben. De combinatie van wat aan investeringen in groei moet worden gedaan, investeringen in banen, dat zou een betere weg geweest zijn. Er is eenzijdig gesnoeid in overheidsbegrotingen. Er is gezegd, snoei je maar, dan krijg je dat direct van de investeerders weer terug. Dat is nooit gebeurd. Maar de strijd tegen belastingontduiking en belastingfraude, dat is nooit besproken. 1 miljard euro per jaar verliezen de lidstaten door belastingfraude en belastingontduiking. Niet alleen maar bezuinigen, maar belastingontduiking en fraude bestrijden. Je kunt niet alleen maar spreken over bezuinigen, je moet ook spreken over de inkomstenkant en over groei. Investeren in de digitale agenda. Investeren in netwerken voor energie. De toelevering is van belang. En de laatste seconde geef ik graag terug aan Guy Verhofstadt, omdat ik hem net had afgepakt. Wat eerlijk van u.
Dan gaan we nu door naar Jean-Claude Juncker. 5 jaar geleden zou je iets anders aangepakt hebben? Ja, dat is natuurlijk een moeilijke en makkelijke vraag. Hè? Iedereen doet net alsof hij vandaag de problemen ontdekt. De socialisten, liberalen, christendemocraten, dat waren degenen die de crisis beheerd hebben. Ik wil best een beetje afstand nemen van dat beheer. Je kunt alles natuurlijk achteraf verklaren. Maar socialisten, liberalen en christendemocraten hebben dezelfde kant op gewerkt. Natuurlijk zijn investeringen nodig. Waarom investeert Europa niet voldoende? Omdat onze begrotingen het niet toestaan. En waarom is dat zo? Omdat wij te veel schulden hebben opgestapeld en tekorten. En degene die dat doet, ja, die doet alles om te vermijden dat investeringen gericht op de toekomst mogelijk zijn. Wie investeringen wil, wie groei wil, wie werkgelegenheid wil, moet de overheidsfinanciën op orde krijgen. En Guy Verhofstadt, 1 minuut. Guy Verhofstadt, nog 1 minuut. Ja, ik wil nog even reageren op degene die zeggen dat het niet nodig is om begrotingsdiscipline te hebben. Dat heb je wel nodig, want anders kun je geen groei op middellange termijn en lange termijn hebben. Dat is bewezen. Dat is overal al lang getoond. Maar daarnaast, en dat klopt ook, en dat is ook eigenlijk een beetje over het hoofd gezien de afgelopen 5 jaar, heb je een nieuwe strategie voor groei nodig. Groei. Niet met nieuwe schulden, want dat kunnen we ons niet voorloven. De meeste landen hebben meer dan 100% schuld. Het is niet hun begroting waarmee je nieuwe investeringen creëert. Je moet dat intelligenter doen. En intelligenter betekent dat je de omvang van Europa gebruikt. Die enorme markt met 500 miljoen. Eén voorbeeld, digitaal. We hebben het er al eerder over gehad. In Amerika, Apple. Als die willen beginnen met een nieuw product, dan ga je naar de 4 belangrijkste operators. Dan hebben ze een deal en die beginnen gelijk met dat nieuwe product te verkopen. Als wij dat moeten doen, dan moeten we in 28 verschillende landen 100 operators dat laten doen. Nou, en dat is de reden waarom ze Google, Facebook, Twitter hebben, Apple, Microsoft. Al die Amerikaanse bedrijven. En wij moeten dat allemaal nog doen. Ja, uw tijd is om. Ah, u had een paar seconden nog van Martin Schulz. Ja, dat klopt. By the way, Arsene Ska Keller asking for. Ik zie dat Ska Keller wil reageren. Ja, ja, ik gebruik mijn eerste blauwkaart, mijn eerste joker hier. Wel, meneer Juncker, meneer Verhofstadt, u had het over de schuld. Dat zou het probleem zijn. Maar als we kijken naar Spanje. Spanje had een begrotingsoverschot voor de bankencrisis. Het waren de schulden van de banken waarvoor de belastingbetaler moest opdraaien. En de staatsbegroting. Dus we moeten speculatie stopzetten. We moeten ervoor zorgen dat banken zichzelf kunnen redden. Het kan niet zo zijn dat belastingbetalers en de staat het banken redden. Dat is een groot probleem geweest in de crisis. Go and use your joker as well. Go ahead. U wilt ook een joker gebruiken? Heer Verhofstadt, ja, ik ben het met Ska Keller eens. Maar we hebben wel iets gedaan op Europees niveau de afgelopen jaren. We hebben de bankenunie tot stand gebracht. Voor het eerst met die bankenunie. Zijn het nu de banken zelf, uitgaande van hun winstenprofielen, die bijdragen aan dat fonds, dus die geherkapitaliseerde banken, niet langer de belastingbetalers. Dat is een goed voorbeeld trouwens. Meneer Barnier is hier ook, die zit hier in de zaal. En ik wil zeggen, geweldig wat u gedaan hebt met die financiële regeling. Bedankt. Ook met die bankenunie, want het zijn niet langer de belastingbetalers die nu de rekening betalen. Very good exchange and let me tell you that we're. Dat was een mooi debat. En u kunt bij dat thema blijven, want de sociale media, daar wordt veel over dit thema gesproken. Maar voordat we naar de volgende vraag gaan, meneer Tsipras. Now, someone is telling me something which is definitely wrong. Er is iets mis, krijg ik net te horen. Waarop moet er eigenlijk antwoord worden? Heeft u de vraag gesteld? To the same question. U heeft die vraag al beantwoord, geloof ik. Goed, dan gaan we naar de volgende vraag. En dan kijken we hoe het verder gaat. Ja, ik had mijn joker laten zien. Dat was misschien wat verwarrend. Er is nog heel veel ruimte voor debat, denk ik. So, let me tell you. Oké, goed. Sociale netwerken zijn vandaag de dag heel belangrijk. En wat we nu zien, is dat de banken en dergelijke de kern vormen van het hele debat op die sociale netwerken. De banken worden met de vinger gewezen voor de crisis. Zou in Europa de banken aan een sterkere leiband komen te liggen?
Ja, een heel duidelijk ja van mijn kant. We moeten de banken duidelijker reguleren. En wat je hebt gezegd over de bankenunie. Ja, successen van die aard. Banken moeten meer geld bijbrengen om zichzelf te redden. Dat is eigenlijk een groen succes. En wij zeggen ook dat we financiële marktregulering moeten hebben. Bijvoorbeeld door het scheiden van de zakenbanken en de gewone banken. Zodat het niet het spaargeld is van oma of opa is die verloren gaat door financiële speculatie. Dat is heel belangrijk. We moeten de financiële markten veel strenger reguleren. Het is niet 1 miljard euro dat elk jaar verloren gaat via belastingontwijking. Het is 1 triljoen euro elk jaar. Ongeveer 8% van de Europese rijkdom. Dus daar moeten we echt iets aan doen. We kunnen toch niet aan mensen zeggen dat we hun salaris zullen verlagen als we de belastingsfraude niet tegenhouden. Als we niet de bonussen verlagen voor de bankiers, dat we hebben voorgesteld. En dat zijn we ook geslaagd om dat erdoor te krijgen als groen in het Europees Parlement. It's yours. Έχω μείνει άναυδος, Μόνικα, διότι ο Γκίφερ... Ja, Monica, Guy Verhofstadt heeft zo net de bail-in-programma's verdedigd in Europa. Na de bail-out-programma's, waarvoor de belastingbetalers, vooral in het Europese zuiden, moesten opdraaien. Dat zijn miljarden waar ook onze kinderen en onze kleinkinderen nog voor zullen moeten betalen. En de nieuwe logica is nu dat we oplossingen nemen, waardoor... De mensen zullen moeten hiervoor opdraaien die spaartegoed op de bank hebben. Dat wordt een ramp voor Europa. En ik zou toch willen vragen hoe dat zit met die logica. Of de heer Juncker en de heer Schulz het daarmee eens zijn. Ons standpunt is dat je een globale oplossing moet hebben voor de schulden. Zodat de banken ook kunnen overgaan tot een sanering. Door een verdere procedure, door een... verlaging, vermindering van de slechte schulden die ze hebben. Want anders zullen we schulden blijven opstapelen. Martin Schulz, here we are with the bank issue. Martin Schulz, die bankenkwestie, daar hebben we hier weer. Ja, de bankenunie. Daarmee moeten we die spiraal van bankschulden en staatsschulden doorbreken. Een aantal van de lidstaten waren heel stabiel in het handhaven van de begroting. En het beheersen van de schulden totdat de bankencrisis kwam. Toen zagen we die ramp gebeuren in Ierland. Daarna in Spanje. Banken reguleren dus. En een bankunie, dat is iets waarin we nu de eerste stappen hebben bereikt. En er moet meer controle komen. Met name moet risico en verantwoordelijkheid weer in één hand worden gebracht. In het verleden was het vaak zo dat de banken de risico's namen en de belastingbetalers de verantwoordelijkheden droegen. Dus de banken weer voor hun verantwoordelijkheden plaatsen en ze ertoe dwingen de ramp ook te dragen die ze voor Europa hebben gecreëerd. Dat is de volgende stap. Het Europees Parlement en de Europese Commissie moeten die stap zetten. En waar het aan schort is dat Michel Barnier niet voldoende steun heeft gegeven om verder te gaan dan hij gegaan is. En, bij de controle van de banken. Ja, ja, dat was duidelijk te lang. Jean-Claude Juncker. Van mijn second. Ik zou graag willen dat we onze tijd niet verspillen aan wat er allemaal gebeurt. Het is allemaal veranderd. Dankzij Michel Barnier, dankzij de commissie, zijn we er toch mee geslaagd om in de bankensector zaken te herorganiseren. Banken zijn nu verantwoordelijk. We hebben de banken gered, maar we hebben ze niet gered willen van de mooie ogen van de bankiers. Want daar heb ik maling aan. We hebben dat gedaan om de spaarders te beschermen. Om de kleine en middelgrote bedrijven te beschermen die kredieten nodig hadden. We hebben dat gedaan omdat de echte economie ingestort zou zijn als het financieel stelsel zou zijn ingestort. En ik aanvaard niet dat er gezegd wordt dat we alleen maar bezuinigingsbeleid hebben gevoerd. Dat klopt niet. Aan het begin van de crisis 2008, 2009 hebben wij geïnvesteerd 306 miljard euro op gecoördineerde manier om de economie te beschermen die in de afgrond dreigde te gaan. En ik denk dat we dat in het begin van de crisis gedaan hebben. Dus we hebben niet dezelfde fouten begaan. Als in de jaren 30. Dus dat is niet te vergelijken. Dank u wel. Guy Verhofstadt. Banken zijn een goed voorbeeld waarom we meer Europa nodig hebben. En we hebben dat gedaan, maar we moeten nu verder gaan.
We moeten nu de bijdrage van de bank differentiëren bij zakenbanken en spaarbanken. Investeringsbanken hebben meer risico's, die moeten hogere bijdrage aan het fonds betalen dan bijvoorbeeld spaarbanken. Die kant moeten we op. Maar goed, meneer Tsipras, ja, in Griekenland, net als in Italië en in Portugal, ging het niet zozeer om de banken. Het was gewoon slecht beleid in uw land door de twee grote partijen, Nea Dimokratia en de PASOK. Dat was de oorsprong van de crisis. Want in uw land hebben we alleen maar overheidsbanken en die financierden de politieke partijen en doen dat nog steeds in Griekenland. En ook, meneer Tsipras, dat geldt ook voor uw partij, want u hebt ook een lening opgenomen bij deze bank in Griekenland in het verleden. Bedankt, meneer Verhofstadt. Ja, ik geloof dat u wilt gaan reageren, meneer Tsipras. Ga de gang. Ja, hij zet de joker in. Ja, ik wil heel kort daarop antwoorden. Ja, maar ik moet mijn seconden terug hebben. Ja, dat krijgt u. Ja, het klopt niet, maar ik ben het met u eens. Er waren openbare banken en er was een cliëntelistische staat waar de partijen voordeel bij hadden. En inderdaad, het waren twee partijen die behoorden tot de groep van de heer Juncker en de heer Schulz. En nu, het is wel gebleken dat het geneesmiddel eigenlijk de zieke nog zieker heeft gemaakt in plaats van die te genezen. Ja, in Ierland was het een probleem met de banken. Maar ja, het is meteen een vraag voor iedereen. Zegt u het nou eens eerlijk. Was dat nou een succes of niet wat u heeft gedaan? Uw tijd is om, meneer Tsipras. Nee, het spijt me. Nee. Ja, ik heb het over die 6 miljoen, zegt meneer Verhofstadt. Nee, u hebt die tijd gehad. Meneer Juncker. Ja, we hadden het net over Griekenland, maar ik heb jarenlang gewerkt, dag en nacht hoor. En meer s'nachts dan overdag, om te vermijden dat Griekenland uit de eurozone moest. Ik heb er alles aan gedaan, want ik hou van Griekenland. En ik vind dat Griekenland lid moest blijven van de eurozone. Maar we moesten niet doorgaan met speculeren tegen Griekenland. Ik aanvaard veel verwijten, maar ik aanvaard nooit dat er gezegd wordt dat wij onvoldoende solidair zijn geweest ten aanzien van Griekenland. We hebben er alles aan gedaan om Griekenland lid te laten blijven van de eurozone. En dat is ook de plaats van Griekenland. I'm going to ask the public not to waste. Ja, ik wil het publiek vragen toch niet te veel tijd aan applaus te besteden. Heel even. Heel veel Europeanen zijn teleurgesteld. Dus gebruik alsjeblieft uw volgende minuut om uit te leggen aan degenen die denken dat het tijd wordt om uit de Unie te stappen, waarom men erin zou moeten blijven. Schakel er eerst weer, want dat is vanmorgen zo beslist. Tell people. Ja. De mensen die denken dat Europa niet zo'n goede zaak is, zou ik willen zeggen, je moet eerst eens goed luisteren. Dat doe ik altijd. En als mensen mij vertellen dat ze heel veel verwachtingen hebben die ze stellen aan de Europese Unie. En dan willen ze dat de Europese Unie zal zorgen voor de sociale rechten, dat die moet zorgen voor de pensioenrechten, dat het iets moet doen voor de toekomst van hun kinderen. En dat is inderdaad precies wat we moeten doen. Het wantrouwen tegenover de Europese instellingen, dat is het wantrouwen. Dat is ontstaan omdat de Raad en de Commissie niet hebben gedaan wat ze moesten doen. Maar het is altijd een droom van samenwerken, een beter leven opbouwen, allemaal samen. En daar moeten we naar streven. We hebben meer Europa nodig om uit de crisis te komen op de juiste manier. We moeten het juiste beleid hebben in Europa, zodat we een beter leven hebben, een beter Europa voor ons allemaal. Dat is de boodschap die ik wil geven aan al die mensen die misschien teleurgesteld zijn. Neem dit Europa, maak het tot uw Europa, maak er een beter Europa van. Ja. Alexis Tsipras. Ja, het euroscepticisme komt steeds verderop in Europa. Maar daar zijn ook oorzaken voor en schuldigen. En dat zijn diegenen die Europa regeren. Er zijn drie politieke families die zeggen dat er alleen maar besparingen kunnen worden doorgevoerd. Maar dat gaat ten koste van de burgers, zeker ook van de jongeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de opkomst van het euroscepticisme. En die mensen hebben nu kritiek op Europa. Ja, wij moeten hun een alternatief bieden. En het is niet het
het laten het invallen van Europa. We moeten Europa redden, we moeten het hele kader redden. Ja, Europa kan nu niet aantrekkelijk zijn voor de jongeren, voor de werknemers en de arbeiders. Want het zorgt alleen maar voor armoede, pijn en ellende. En dus moeten we het beleid veranderen. We moeten over een andere boeg gooien. We moeten kijken naar dat grote gevaar dat het Europees perspectief uiteenvalt. Maar dat gebeurt wegens die rampzalige bezuinigingsbeleiden. Meneer Schulz, waarom is het niet het moment om eruit te stappen? Nou, ik weet niet of de burgers ons debat volgen, beluisteren. Of die mensen ook overtuigd zijn dat we meer Europa nodig hebben. Ik geloof dat ze afwachten en ze wachten op een ander Europa. Een Europa dat hun belang op de eerste plaats plaatst. In het handelen van de Europese instellingen. Hier in Brussel, ook vanavond, hebben we het over biljoenen, miljarden, 15 miljard, 100 miljoen. We hebben het erover wie verantwoordelijk is geweest voor wat in het verleden. 96% van onze burgers leven met tussen de 1000 en 2000 euro per maand. En zij hebben het gevoel dat degenen die alleen maar praten over miljarden of biljoenen, dat die niet geïnteresseerd zijn in hun lot, in hun individuele lot en het lot van hun kinderen. Wat we kwijt zijn geraakt is het grootste kapitaal van de Europese Unie. Dat is het vertrouwen. Ik wil dat vertrouwen van de burgers van de Unie terugkrijgen door te zeggen dat wij strijden tegen uw armoede, tegen uw ellende. En we willen uw kinderen een levenskans geven voor hun toekomst. Dan krijgen we Europa weer op de rails. Jean-Claude Juncker. Het klopt dat we te veel hebben over al die miljarden. Maar het klopt ook dat we te veel miljarden uitgeven die we niet hebben. En dus moeten we serieus blijven. Als we een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten afsluiten, dan zal ieder huishouden in Europa 455 euro meer verdienen. Ik ben voor een sociaal minimumloon overal in Europa. En ik zou willen dat degenen die werken ook kunnen leven van hun inkomen uitwerken. Ik ben ervoor om voor een minimum voor de werknemers te komen. Als we de mensen voor het Europese project willen winnen, dan moeten we dat doen, want anders krijgen we grote problemen. Guy Verhofstadt. Nou, ik denk dat we de waarheid moeten zeggen, met name in het zuiden van Europa, waar velen af willen van Europa. We moeten zeggen dat het een ramp zou zijn voor alle economieën in Europa, voor alle economieën in het noorden en in het zuiden, als we terugkeren naar nationale munten. Ander ding is dat je jezelf de vraag moet stellen, wie gaat de rekening betalen? Als we teruggaan naar de drachme in Griekenland, naar de lire in Italië, naar de peseta in Spanje, wie zal die rekening daarvoor betalen? En dan zullen we opnieuw concurrerende devaluaties krijgen. Denk maar aan Italië. Eens in de 3 jaar devalueerde men om concurrerend te blijven. Maar wie gaat dat betalen, al die devaluaties? De gewone man, de gewone burger. Want die zullen een deel kwijtraken van hun koopkracht. En ook de gepensioneerden die een deel gaan kwijtraken van hun spaargeld. Dat is de realiteit. En dus zullen we de gewone burgers moeten zeggen, als we teruggaan naar gewoon nationale munten, dan gaat dat in tegen uw eigen persoonlijke belang. Dat is geen oplossing voor de problemen. Ska Keller wilde reageren. Laten we luisteren naar haar reactie. Ik zal mijn tweede joker gebruiken om het te richten tot heer Juncker. Want u had het over het transatlantische handelsakkoord met de VS. En dat is nu net weer zoiets. Daarom verliezen de mensen hun vertrouwen in de Europese Unie. Want de commissie onderhandelt zijn geheime handelsafspraken achter gesloten deuren. We hebben burgers die vreedzaam demonstreren in de straten van Brussel tegen dit akkoord. En wat gebeurt er dan? Ze worden allemaal gearresteerd. Dat is niet de Europese Unie die ik wil hebben. Ik wil geen dergelijke handelsafspraken. Handelsafspraken moeten positief zijn, gunstig zijn voor de mensen hier en ook in andere landen. En dergelijke handelsafspraken die zorgen ervoor dat we het vertrouwen in de Europese Unie verliezen, jammer genoeg. Shall we stop here by now? Because I... Goed, laten we het hier dan even bij laten, want ik wil Connor graag even laten vertellen wat er gebeurt in de sociale media. Ja, jullie houden ons sociale media team heel erg bezig. Meer dan 1000 tweets per minuut op het moment. We hebben ook Twitter polls. Dat laat zien hoeveel er getweet wordt. 58
70.000 vandaag al. Meer dan 70 per minuut. Maar welke woorden worden het meest gebruikt? Daarmee kunnen we zien welke thema's hier toch het meeste aandacht trekken. In de verschillende tweets. De hashtags die worden gebruikt. Hoe groter het woord dat u op het scherm ziet, hoe meer tweets er over dat woord plaatsvinden. U heeft het over het debat, over de Roma heeft u het ook. Over de weerstand van de Romani. In de laatste ronde werd er veel gesproken over de economie. Natuurlijk, een van de tweets is er gezegd, de kandidaten willen allemaal de economie laten groeien. Maar zal die groei ook duurzaam zijn? Wordt de Unie als een groot bedrijf geleid straks? Hoe wil men de buitenlandse veiligheid bijvoorbeeld gaan versterken? Een ander thema dat telkens weer opkomt, dat is de relatie van de Europese Unie met andere landen, regio's en niet-lidstaten. Laat die tweets en commentaren maar komen naar hashtag TellEurope. Ja, daar gaan we dan mee verder. En kijken wat er zo besproken wordt. We zien deze dagen het geweld in de Oekraïne. We zien dat Rusland claimt dat het land op de rand staat van een burgeroorlog. Waar staat de Europese Unie nou? We beginnen dit keer met Guy Verhofstadt bij deze nieuwe ronde. Gisteren kreeg ik een brief van Garry Kasparov, de bekendste schaker. En dat is een brief aan ons allen gericht trouwens. Hij zegt daarin, meneer Verhofstadt en alle kandidaten voor EU-voorzitterschap en alle leiders van Europa, wat zal uw eenheid waard zijn als het hier faalt in deze betrekking met Rusland? Als de Oekraïne niet veilig is, is Europa niet veilig, zegt hij. Poetin en andere dictators zullen bewijzen dat agressie iets oplevert. En andere democratieën in de wereld zullen ook begrijpen dat ze alleen staan. Dus u mag hier niet mislukken. Ik denk dat Garry Kasparov gelijk heeft. Ik denk dat wij te zwak zijn ten opzichte van Rusland en met name ten opzichte van Poetin. En wat we nu moeten doen is serieus geloofwaardige sancties brengen tegen de mensen rond Poetin. Dat is de enige taal die hij zal begrijpen. Alexis Tsipras, wat is jouw standpunt in de zaak Oekraïne? Jammer genoeg is het zo dat Europa weer eens experimenteert met de beleiden van de Koude Oorlog en dat is fout. Ja, het is een grote wond in het hart van Europa. En die wonden die kan niet sluiten met bedreigingen of sancties. Dialoog, diplomatie, dat is nodig. En vooral mogen we niet aanvaarden dat er neonazis opkomen en dat ze aan de macht komen, ook in Oekraïne. Dat is echt een schande voor de Europese beschaving. Het Oekraïense volk is soeverein. Alleen zij kunnen beslissen over hun toekomst. Via de aanstaande constitutionele regelingen. We moeten dus een dialoog voeren via de OVSE. En we mogen geen militaire interventie hebben, niet van de NAVO en ook niet van Rusland. Want we moeten een kans geven voor vrede. Ska Keller. Goed, Ska Keller. Het is heel duidelijk. We moeten alle inspanningen doen om te komen tot een vreedzame oplossing. Maar daarvoor is een dialoog nodig, een versterkte dialoog, heel veel dialoog. Maar we moeten het ook heel duidelijk maken dat we niet een aantal dingen aanvaarden die Poetin heeft gedaan. Dus niet het annexeren, het aanhechten van de Krim. Dat moeten we heel duidelijk zeggen. Dus de sancties zijn opgelegd, waren terecht. Maar we moeten ook andere dingen doen. Bijvoorbeeld, we moeten het hebben over de wapens die nog altijd worden uitgevoerd door lidstaten van de Europese Unie naar Rusland. Dat moet echt dringend stopgezet worden, want anders hebben de sancties geen zin. En ook zijn we sterk afhankelijk van Rusland op energievlak. Ik denk dat we rustig kunnen zeggen dat wij Groenen altijd hebben geijverd voor meer energieonafhankelijkheid. We moeten dat echt doen. We moeten dit echt op gang brengen. Energie-efficiëntie, hoe krijgen we dat door te investeren in onze eigen hernieuwbare energiebronnen? Dan worden we echt onafhankelijk. En dan zullen wij ook een duurzamere economie krijgen. Dank u wel. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker.
Hebben we meer een sterke Europa nodig? Ja. Het gedrag van Poetin is onaanvaardbaar. We hebben sancties opgelegd, maar die gaan niet ver genoeg. We zullen die sancties moeten aanscherpen tegen Rusland als Rusland niet zijn gedrag verandert. Die sancties moeten allereerst de financiële stromen treffen tussen Rusland en de financiële centra in Europa. Maar we willen geen oorlog. Europa is een soft power, zoals men dat noemt. We hebben voldoende oorlogen gekend. We hebben voldoende militaire kerkhoven in Europa. We moeten namens de Europese waarden in Europa nee zeggen tegen meneer Poetin. Want zijn gedrag is volledig onaanvaardbaar. Dank u wel, Jean-Claude Juncker. Martin Schulz. Er wordt over oorlog gepraat. En dan moet je eerlijk zijn. Er bestaat werkelijk het gevaar dat er in Oekraïne een burgeroorlog uitbreekt. En uw vraag was wat de rol is van de Europese Unie. De Europese Unie is geen militaire mogendheid. En wat we kunnen doen om militaire confrontatie tegen te gaan, wat helemaal geen theoretische kwestie is, want dat is echt mogelijk. Alles wat we daaraan kunnen doen, moeten we doen. En daarom hebben we een gecombineerde strategie nodig. Aan de ene kant ben ik er helemaal voor, trouwens ook, om onze centrale en midden- en Oost-Europese lidstaten te versterken, dat er duidelijkere sancties, sterkere sancties moeten komen en moeten worden uitgevoerd. En aan de andere kant hebben we nog een andere strategie nodig. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben die strategie in de tweede ronde in Genève geprobeerd te bereiken. Namelijk dat er op 25 mei ook echt presidentsverkiezingen kunnen worden gehouden. Want een nieuw verkozen president zal gesprekspartner kunnen worden, ook misschien voor de regering van Rusland. Dank u wel. Goed, dan gaan we naar een volgend thema door. Want in de Europese Unie zijn er nogal wat onafhankelijkheidsbewegingen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Schotland, ik denk aan Catalonia, ik denk ook aan andere regio's. Als ze onafhankelijk zouden worden, zouden die dan automatisch lidmaatschap van de Europese Unie moeten krijgen, volgens u? Begin ik bij meneer Verhofstadt. In de Europese Unie, en ik kom net uit Barcelona, ik was daar gisteren. Ik denk dat de Europese Unie zich daar niet mee moet bemoeien. Dat is een kwestie voor Spanje en de Catalanen, volgens mij. En zeker niet negatief interveneren, zoals we dat gezien hebben met meneer Barroso en andere leiders van de EVP. De afgelopen weken laten we ze zelf laten beslissen, de Spanjaarden en de Catalanen. Het is geen punt voor de Europese Unie om zich daarin te mengen. En ik denk dat we ook rekening moeten houden met wat de mensen zelf denken. Want we kunnen geen Europese Unie opbouwen waarin de stem van de burgers niet meetelt bij dat soort belangrijke kwesties. En we moeten een positieve rol vervullen in die dialoog tussen Spanje en Catalanen. En geen negatieve rol, zoals we dat gezien hebben bij de leider van de Europese Commissie, de heer Barroso, de afgelopen weken en maanden. Alexis Tsipras, wat vind jij daarvan? Europees Links respecteert het recht op zelfbeschikking van de volkeren. Maar we menen dat het nationalisme, de spanningen, de conflicten tussen de volkeren, dat die nooit kunnen leiden tot een positief resultaat. Ja, we moeten nu nieuwe grenzen gaan creëren. Natuurlijk moet iedereen zich houden aan het internationaal recht. Nu, in geval van Catalonië of Schotland, zouden we kunnen zorgen voor een meer versterkte autonomie binnen een federale staat. Bijvoorbeeld, we zouden iets gelijkaardigs kunnen doen ook in Oekraïne. Oekraïne kan dan een bruggenhoofd zijn tussen Rusland en de rest van Europa en geen bron van twisten. Dus een federale eenheid die kan leiden tot verzoening en vrede. Daar. Ska Keller. Het recht van de mensen om te beslissen over hun toekomst is voor mij heel belangrijk. Dus ook de mensen in Schotland en in Catalonia moeten het recht hebben om te beslissen over hun toekomst en de toekomst van hun staat. En als ik commissievoorzitter was, dan zou ik
als ze zouden beslissen onafhankelijk worden, dan zou ik ze aanvaarden ook in de Europese Unie, zou ik ze welkom heten. So, there was just a little technical detail here. Ja, dat was een klein technisch probleempje. Dan gaan we naar Jean-Claude Juncker. Ik denk dat het verstandig zou zijn als we niet interveneren in dat debat. Dat is iets wat valt onder de bevoegdheden van het Verenigd Koninkrijk en van het Koninkrijk Spanje. Ik ben voor het principe dat we altijd de nationale grondwetten moeten respecteren. De nationale grondwetten moeten nageleefd worden en voor de rest moeten we ons mond houden over dit soort zaken. Martin Schulz, wilt u uw minuut gebruiken nu? Ja, maar we zijn geen federale staat. De Europese Unie is geen federale staat. We zijn een unie van soevereine landen en er is geen blauwdruk voor ons. De landen beslissen op basis van hun nationale grondwetten en ze doen dat op verschillende manieren. Het is net al gezegd, in Schotland komt in de herfst een referendum, in andere landen is geen referendum voorzien. De Europese Unie kan dus daar niet één antwoord op hebben. Als Schotland bijvoorbeeld voor onafhankelijkheid zou stemmen en soevereiniteit en een soeverein land zou worden, dan hebben we een procedure, een toetredingsprocedure voor de Europese Unie, maar in andere landen is het allemaal heel anders. Dus we zullen zien wat er gebeurt in Groot-Brittannië met het Schotse referendum, maar je kunt dat niet zomaar overplaatsen naar andere landen. Dus we hebben geen blauwdruk en we moeten aanvaarden wat er gebeurt in het kader van die nationale grondwetten. Dank u wel. Dan wilde ik naar een heel ander thema overstappen. Want we hebben in Italië vreselijke beelden gezien vandaag over wat er gebeurd is voor de kust van Lampedusa. Ik wilde u als kandidaat allemaal vragen. Als u migratie, of ziet u migratie als een zaak die de lidstaten betreft of de Europese Unie? Nee, niet de lidstaten, want die zijn nu verantwoordelijk daarvoor. We hebben een gemeenschappelijk immigratiebeleid nodig, maar niet wat we nu hebben. We moeten een economisch migratiebeleid nodig. Australië heeft dat ook. Canada heeft dat ook. De Verenigde Staten hebben dat. Maar wij hebben het niet. En gevolg daarvan is dat we steeds meer illegale migratie hebben, omdat we geen legaal migratiebeleid hebben. Ander gevolg daarvan is dat we steeds meer mensenhandel hebben. Mensenhandel binnen onze grenzen. En dus hebben we een gemeenschappelijk beleid nodig op dat niveau. Verder hebben we ook ten aanzien van vluchtelingen en asielzoekers nodig. Geen concurrentie tussen de landen. We moeten één systeem hebben. En ook een eerlijke afspraak tussen de lidstaten. Kijk naar wat er gebeurt in Syrië. Wat hebben we gedaan voor vluchtelingen die uit Syrië komen? Die gaan allemaal naar Turkije, naar Jordanië. En maar een paar duizend zijn naar Europa gekomen. En ik vind het een schandaal als je kijkt naar de tragedie die zich daar afspeelt. Alexis Tsipras, immigratie. Eerst wel wil ik u zeggen dat dat eigenlijk tegenstrijdig is. Want het is een wereldwijd probleem. En het is zo dat er nu in Libië en in andere regio's de Europese Unie geld geeft voor militaire interventies. Daardoor krijg je natuurlijk immigratie. Want in Afghanistan heeft men geen enkele andere mogelijkheid. Men moet wel naar Europa gaan om een beter leven te vinden, een betere toekomst. Dat is geen doeltreffend beleid van de repressie. Zo onaanvaardbaar voor onze menselijkheid, voor onze beschaving, dat de Middellandse Zee een begraafplaats is geworden. Ja, het asielrecht, Dublin 2, dat moet beter worden aangepakt. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor dit soort beleid. En zodat de landen die mensen in de Europese Unie goed kunnen opvangen. Want Europa, dat is solidariteit. Daar komt het op aan. Dank u wel, Ska Keller. Wat we in Europa zien is gewoon onaanvaardbaar. Laten mensen sterven in de Middellandse Zee. En als Italië dan een goed project heeft, zoals Mare Nostrum, en als men ervoor zorgt dat mensen niet omkomen en men met kleine bootjes die mensen redt, dan zegt Frontex, nee, dat is niet goed, want dat zal meer migranten aantrekken. Dat is een Europees agentschap.
Ja, ik wil krachtig worden van de commissie daarover. Dat is echt onaanvaardbaar, dat moet men afkeuren. En legale migratie, ja zeker. Legale en veilige manier moeten we hebben voor migranten om te kunnen komen naar hier, om asiel te krijgen. Want ze hebben echt bescherming van mensen uit Syrië, maar ook uit andere crisishaarden in de wereld. En de meeste van de vluchtelingen gaan naar elders, ze gaan niet naar Europa. We hebben meer juridische methodes nodig, ook voor andere migranten. Maar ik vraag me dan toch af waarom geen enkele lidstaat het heeft willen hebben over legale migratie. Wat gebeurt er met de nationale regeringen? Zien ze dan niet hoe erg het is voor de migranten? Ja, en de Europese Unie heeft een Nobelprijs gekregen voor de vrede. Dat asielrecht, migratiebeleid, dat moet aangepast worden. Het is echt een schande nu. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker. Ja, we moeten met een Europese wet de legale immigratie regelen. Zo kan het niet verder zoals we het nu doen. Maar die regeling, de legale migratie, zal natuurlijk niet de illegale migratie tegenhouden. En dus zullen we op dat punt ook meer inzet moeten tonen. Dat de lidstaten van de Unie ophouden met hun begroting te beperken voor de ontwikkelingshulp. We moeten de problemen oplossen daar waar ze spelen. We moeten niet aanvaarden dat arme mensen, Afrikanen, Aziaten, nu bootjes moeten nemen en omkomen in de Middellandse Zee. Nee, we moeten de arme mensen helpen en degene die lijden, maar wel daar waar ze zich bevinden. Het moet een eind komen met dat permanent terugschroeven van de ontwikkelingssamenwerkingsbegroting, alleen maar omdat men zelf begrotingsproblemen heeft. Martin Schulz, ja, ik ben natuurlijk heel blij dat Jean-Claude Juncker zegt dat we een legaal immigratiesysteem nodig hebben. Ik heb dat ook vorige week gezegd, maar zijn Duitse vrienden hebben me daarop aangevallen. Waar het gaat om het Nederlandse zeegebied. Dus ik heb dus nu blijkbaar een nieuwe collega. Dat legaal migratiesysteem is een systeem voor alle regio's in de wereld. De Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, die hebben dat allemaal. De Europese Unie nog niet. We hebben een legaal immigratiesysteem nodig. Een systeem voor tijdelijke bescherming van vluchtelingen uit bepaalde, uit individuele oorlogsgebieden en ecologische rampgebieden. En we hebben ook bescherming nodig voor politieke vluchtelingen. Dat is een drieledige aanpak. Guy Verhofstadt heeft gezegd, we hebben een Europese regel nodig. Ben ik het mee eens? En we moeten dat niet in handen laten van de lidstaten. Helemaal mee eens. Maar het is het wel in handen van de lidstaten. En mijn commissie zou dus de lidstaten wijzen op hun verantwoordelijkheid en suggesties doen om die lidstaten ook die verantwoordelijkheid te laten dragen. En Schengen hebben dat weggehaald, zegt meneer Verhofstadt. Goed. Ik zou graag willen weten wat er buiten gebeurt op de sociale media. Want ik geloof dat heel wat mensen proberen iets tegen ons te zeggen. Dus laten we eens met hem praten. Ja, de sociale media zijn enorm druk. U blijft enorm bezig op die media. We zijn in 5 landen, onder andere Spanje, Italië, Frankrijk en België zijn we trending. Ook als we kijken naar de talen die u gebruikt. Kijk eens naar het scherm. Engels natuurlijk bovenaan. Dat is de meest populaire taal. Die wordt gebruikt op het moment. Het Frans op 2. We kunnen u zeggen dat meer dan 10.000 individuele gebruikers de verschillende hashtags en routes van dit gesprek volgen. Ja, ik vind die woorden heel interessant. Het zijn mooie suggesties om door te gaan. Die woorden die het meest gebruikt worden. Dus laten we dan met elkaar overstappen naar de volgende set vragen. De laatste set. Uw visie op Europa voor de toekomst met name. Een nieuwe set vragen. De eerste die antwoord is Ska Kellerem. De vraag is de volgende. Wat is uw persoonlijke visie op religieuze symbolen in de Europese Unie? Moeten er kruisbeeldjes zijn in openbare gebouwen? Moet dat kunnen? Moeten vrouwen een hoofddoek kunnen dragen op openbare plaatsen? Wat is uw standpunt? Dus religieuze symbolen. Thank you. Dank je wel. Ja, je heeft al deze 2 seconden van mijn spreektijd genomen. Ja, religieuze symbolen hoeven niet noodzakelijkerwijs Europees te regelen. Ik vind het heel belangrijk dat de persoonlijke vrijheid van mensen wordt beschermd. En in de openbare ruimte moet je een zekere neutraliteit hebben. Terwijl mensen die ervoor kiezen om een hoofddoek te dragen zo ook moeten kunnen verschijnen in de openbare ruimte. Maar goed, dat hoeven we niet Europees te regelen. Want dat hangt ook heel sterk af van de plaatselijke context. Maar het is heel belangrijk dat
het recht wordt verdedigd van iedereen om zijn religieuze voorkeur te uiten. En zolang het natuurlijk geen schade brengt aan de rechten van een ander. Guy Verhofstadt, wat is jouw mening hierover? Ik ben voor een Europese antidiscriminatiewet. Ik denk dat er een aantal waarden zijn, SK, die zo belangrijk zijn, dat ze niet onder subsidiariteit vallen. Spijt me hoor, sorry. Als het gaat om vrijheid van pers, vrije godsdienstuitoefening. Geen twee sprekers om elkaar graag. Ja, er zijn andere ethische zaken. Ik kom net uit Spanje, dat betekent daar ook iets. Dat hele debat nu over abortie en abortiewetgeving. Dus ik denk dat we nu dezelfde toepassing hebben van die basiswaarden in zo'n antidiscriminatiewetgeving op Europees niveau. En wel zo snel mogelijk. Ja, als we dat niet doen, dan kunnen we net doorgaan zoals meneer Orbán in Hongarije doet. Hij verandert steeds de grondwet om nieuwe waarden op te nemen in zijn grondwet. Maar de realiteit daar is bijvoorbeeld dat een aantal minderheden niet beschermd worden. De realiteit is dat een aantal godsdiensten niet gebaptiseerd kunnen worden. Ik denk dat de Europese oplossing daar echt nodig is. Ik krijg nog vijf seconden erbij. Goed, meneer Jean-Claude Juncker. Ik denk dat de Europese wetgeving anti-discriminatiegebied essentieel is. Je hebt principes, die moet je overal verdedigen. Iedere godsdienst, iedere filosofie, iedere houding ten aanzien van het leven verdient respect. Ik geloof niet dat de Europese Unie zich moet mengen in de wijze waarop religies en filosofieën tot uitdrukking komen. Ten aanzien ook van de opvatting over het leven. Laten we dat aan de lidstaat overlaten om de principes uit te werken. Die zijn onaantastbaar, maar we moeten ons niet in traditionele en plaatselijke tradities mengen. Europa heeft voldoende te doen om niet ten koste van alles zich te willen mengen in dat soort debatten. Principes prima, verdedigen van principes oké, maar als het gaat om de praktische uitwerking ervan, laten we dat overlaten aan de lidstaten. Zolang ze tenminste de grote principes niet schenden. Alexis Tsipras, wat vind jij van religie? Ja, een burger die woont in een bepaald land van de Europese Unie moet zich houden aan de grondwet van het land. Maar elk land, elke staat moet ook de culturele achtergrond van elke burger respecteren. Dus alle burgers die leven in de Europese Unie moeten de mogelijkheid hebben om te geloven in de God die ze willen en die godsdienst te praktiseren. Ja, we zien dat er nu een golf van conservatisme ontstaat in Europa. Dat is heel gevaarlijk. Zeker als dat leidt tot conflict op basis van godsdienst. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik dat conservatisme, dat we dat ook zien in Spanje met die wetten die abortus verbieden. Waardoor je vele jaren teruggaat in de tijd. We gaan terug naar de tijd van Franco in Spanje. Dat is een ontwikkeling die zo niet mag verder doorgaan. Dat moeten we bestrijden in heel Europa. Dank je. Martin Schulz. I think your question was about... Martin Schulz, ja, uw vraag ging over hoofddoeken en symbolen in openbare gebouwen. Als je kijkt naar de specifieke regels in de lidstaten, die moet je gewoon eerbiedigen. Eén ding is duidelijk, dat de vrijheid voor iedereen bestaat om zijn godsdienst uit te drukken. Joodse symbolen of islamitische symbolen, die kunnen het laten zien. Ongelovige mensen kunnen dat ook. De openbare ruimte echter is neutraal, moet dat ook zijn. Want in een openbare ruimte heeft iedereen een plaats. En dan moeten we natuurlijk in naam van de non-discriminatie zeggen, openbare plaatsen zijn neutraal. En iedereen mag wat dan ook laten zien, maar in een openbare ruimte kun je niet aanvaarden dat er één geloof wordt uitgedragen. En er is natuurlijk wel het risico in Europa dat we een conservatieve terugslag krijgen. Daar moeten we tegen knokken. Thank you for your answers, everybody. Bedankt voor al die antwoorden, iedereen. En dan wil ik graag naar de vorige verkiezingen terugstappen. Als ik kijk naar de gegevens, dan zie je dat in Europa maar 43% van de mensen zijn opgekomen om te stemmen. Waardoor komt dat nou? Wiens fout is dat? Is dat uw probleem, ons probleem? Waardoor komt dat, dat die mensen niet opkomen daar? Schakeller.
Ik denk niet dat het mensen niet uitmaakt wat er gebeurt in Europa. Ik denk dat ze dat heel belangrijk vinden. Maar velen denken dat als ze gaan stemmen, dat dat niet zal veranderen. En dat is het grote probleem. Dus er is een gebrek aan vertrouwen in instellingen als het Europees Parlement. En daar moeten we echt iets aan doen. We moeten duidelijk maken dat we wel dingen kunnen veranderen in Europa, dat we ideeën hebben. En ik heb ook voorgesteld wat wij als Groenen willen doen voor de economie, voor jongeren. Hoe we democratie willen versterken, hoe we de burgers meer stem willen geven. Want we willen deze Europese democratie versterken. En dan gaat het er niet alleen om dat mensen gaan stemmen. Het gaat om veel meer in democratie. Het gaat erom dat de stem van de mensen wordt gehoord altijd. Niet alleen maar één keer in de vijf jaar. Maar we moeten ook hebben over de grote problemen. We moeten elke dag weer debatteren over wat de beste oplossing is voor Europa. Die richting, die richting. En als het dan actueel is, dat zijn dingen waar mensen zich belangstelling voor hebben. En dan moeten we van de 22 tot de 25 mei naar buiten gaan. Dan moeten we zeggen wat uw mening is. Well. Wat we nodig hebben zijn politici die Europa verdedigen. Tot nu toe is het zo dat we altijd Europa verdedigd hebben. Hè? Met een goed argument, namelijk vrede. Maar we moeten andere argumenten bieden aan de jongeren. Namelijk dat we banen kunnen creëren, dat we de economie kunnen herstellen. En ook op Europees niveau kunnen we een aantal waarden beschermen. En ja, die kun je niet op nationaal niveau beschermen. Een voorbeeld, de burgerlijke vrijheden, privacy. We moeten zo snel mogelijk naar NSA, naar Snowden, een beschermende regeling hebben in Europa om het privéleven en de privégegevens van onze burgers te beschermen. En zeker van de jongere generaties. En wat nog meer is, met een nieuwe beslissing van het Europees Hof van Justitie ten aanzien van Google zitten we op het goede spoor. Want het Hof zegt nu, je moet het recht hebben om vergeten te mogen worden in de wetgeving. En je hebt ook privacy echt nodig als norm. Als we dat kunnen oplossen, ben ik ervan overtuigd dat de jongeren en de burgers terugkomen naar de Europese gedachte. Bedankt, Jean-Claude Juncker. En we moeten ophouden met te spreken over Europa, zoals we dat altijd in het verleden hebben gedaan. Vaak is het zo dat nationale regeringen zich terugtrekken als het gaat om het opnemen van verantwoordelijkheden ten aanzien van Europa. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor alles en nog wat, alsof de lidstaten en de regeringen en parlementen in de lidstaten eigenlijk niet bestaan. Ik denk dat wij Europa opnieuw moeten verdedigen. We moeten de jongeren uitleggen dat Europa nu aan het verzwakken is. Economisch hebben we ingeboet. Demografisch zullen we nog maar 4% zijn aan het begin van de volgende eeuw. En het is nu tijd om ons te verenigen en tegen de Europeanen te zeggen dat we Europa nodig hebben. Als we Europa niet zouden hebben, als we de euro niet hadden gehad, dan zouden alle Europese landen nu een open monetaire oorlog hebben. Frankrijk tegen Spanje, ga zo maar door. Je ziet nu ook na de financiële crisis dat we een monetaire oorlog zouden hebben. Europa beschermt de burgers. Dank u wel, Alexis Tsipras. Het tekort aan democratie is het grootste probleem in Europa. Mensen gaan niet stemmen omdat ze denken dat hun stem bijdraagt tot het uitwerken van besparingsbeleiden. Ja, het Europees Parlement verliest bevoegdheden. Ja, de top bestaat uit 28 landen en uiteindelijk is het mevrouw Merkel die het haalt. En ja, ik zou toch eens aan meneer Juncker willen vragen hoe het zit. Wat is er nu op die grote vergadering gebeurd toen u aanwezig was samen met de heer Barroso? Toen er verkozen regeringen moesten vervangen worden in Italië en in Griekenland. Dus met bankiers, met technocraten enzovoort. Ja, en wat voor referendum moet men dan uitwerken als u zegt dat men de grondwet moet respecteren? Ja, de grondwet van Griekenland bijvoorbeeld. Hoe zit dat dan? Martin Schulz, wie is een fout is dit? Uw vraag was, wat is de reden dat die opkomst zo laag was? Europese verkiezingen waren in het verleden gewoon saai. Er was geen confrontatie. En ten tweede werd het ook misbruikt voor een soort tussentijdse verkiezingen voor de nationale regering. En nu is de situatie anders. Ik geloof dat het debat hier ook laat zien dat we in de Europese Unie veranderen. Dat we
op weg gaan naar meer democratie, meer controversieel debat, meer transparantie. Dat is een stap voorwaarts. En er is nog een ander element. We hebben 27 miljoen werklozen in de Europese Unie. En we hebben het gehad over 6 miljoen jongere werklozen, mannen en vrouwen. Een enorm cijfer aan belastingontduiking en fraude in de Europese Unie. De belastingbetaler moet betalen voor de speculanten. Ze zitten niet te wachten op meer Europa. Ze verwachten een ander Europa. En als je in debat komt met concrete voorstellen om Europa te veranderen, het eerlijker, billijker te maken, dan weet ik zeker dat we dat vertrouwen van de kiezers terug zullen krijgen en dat er ook meer mensen zullen komen stemmen. Dank u wel. De corruptie, laten we het daar eens over hebben. Hoe ver denkt u dat de Unie zal gaan om corruptie te bestrijden? En ten tweede, gelooft u ook dat de lobbyisten hier in de wandelgangen in Brussel deel van het probleem zijn op bepaalde manieren? Ska Keller. Ja, zeker zijn een groot deel van het probleem. We hebben te veel lobbyisten die hier in de gangen rondlopen. Maar niet alleen hier, ook in de gangen van de commissie. En ze worden goed betaald, worden gestuurd door belangengroepen en die geven miljoenen uit aan die lobbyisten. Ja, en wat we niet horen is de stem van de burgers, want dat zijn de echte spelers. Dat is echt de Europese Unie, de burgers van de Europese Unie, maar hen hoort men niet. Het zijn de lobbyisten van financiën, zij beïnvloeden met miljoenen, degenen die de wetten maken, ook in het parlement, beïnvloeden ook commissarissen. En het is opmerkelijk wat je soms ziet. Ja, mensen dienen amendementen in en vergeten ze zelfs om de hoofding te schrappen. Dus dan zie je echt precies waar het vandaan komt. Dus ja, lobbyisten zijn een groot probleem in de Europese Unie. En net zoals corruptie is lobbyisme niet de toekomst. We moeten de stem laten horen van de burgers, niet van de lobbyisten. Giverhofstadt. Ja, je kunt niet verbieden dat er lobbyisten zijn. Het probleem is dat af en toe, we hebben dat ook al meegemaakt, de afgelopen jaar deze commissie, dat er sprake is van corruptie uit die hoek. Dat is het probleem. En daar moeten we natuurlijk tegen strijden. Daar moeten we nieuwe regels van maken. We hebben dat trouwens al gedaan in het laatste parlement om die strijd te versterken tegen de lobbyisten. Het gaat erom wie u vertegenwoordigt. Huh? Wie vertegenwoordigt u en met welke ethiek werkt men? Als men naar de politici komt, maar naast die lobbyisten en de corruptie, is het grootste probleem op dit moment bij de commissie. En Ska Keller had het net ook over de commissie. Het gaat om een gebrek aan leiderschap en onafhankelijkheid. Onafhankelijk van de lidstaten, met name bij Parijs en Berlijn. Het eigenlijke leiderschap bij de commissie belt eerst naar Parijs en Berlijn. Nee, omgekeerd, voordat men iets onderneemt. Nou, en voor mij is dat het belangrijkste probleem nu. We moeten weer leiderschap hebben en niet alleen maar de commissie als secretariaat van de raad. Goed, dan gaan we naar Jean-Claude Juncker. Maar mag ik eraan herinneren dat u nog een paar jokers over hebt als u ze wilt gebruiken bij deze vragen. Jean-Claude Juncker. Ja. Het is duidelijk dat we de activiteiten van de lobbyisten beter moeten regelen. Het is ook duidelijk dat we met alle mogelijke middelen moeten strijden tegen corruptie in onze nationale landen, maar ook op niveau in Europa. Maar je kunt de belangengroepen niet tegenhouden om hun belangen te verdedigen. En iedere afgevaardigde, iedere commissaris moet een lijst publiceren van met wie die gesproken heeft en wie die ontmoet heeft. En met wie heeft men allemaal te maken. En ja, de burgers moeten gaan stemmen. De burgers moeten zelf lobbyist worden voor de democratie. Ze moeten gaan stemmen tussen de 22e en de 25e. En niet het risico lopen dat lobbyisten invloed uitoefenen op weinig democratisch leden van extreemrechts, populisten. Ga stemmen als u die lobbyisten wil bestrijden. Nou, dat lijkt me duidelijk, Jean-Claude Juncker. Dan gaan we naar Alexis Tsipras. Het hele verschijnsel van de corruptie zien we overal in Europa, met name in Zuid-Europa, dat moeten we toegeven. En het bestrijden van de corruptie, dat is niet alleen iets voor de lidstaten. Dat is ook iets voor de Europese Unie als geheel. Dat moet de hele Europese Unie ook bestrijden. Er moet een doeltreffende Europese wetgeving komen in verband met bestrijding van de corruptie en de openheid. Ook het bestrijden van
belastingsontduiking en offshore bedrijven enzovoort. Dat is ook belangrijk, want dat zijn ook aspecten van corruptie en ook de internationale criminaliteit. De regeringen en de leiding van de Europese Unie moeten dat dan ook echt willen, want achter hen gaan er belangrijke belangen schuil. Bijvoorbeeld in Italië is het zo dat de magistratuur probeert de maffia te bestrijden en dergelijke. Dank u wel, dan gaan we naar Martin Schulz. Corruptie is inderdaad een Europees fenomeen, daar moeten we natuurlijk ook tegen strijden. De commissie en het Europees parlement zijn natuurlijk het doel van lobbyisten en van corruptie. Maar daar moet je niet alleen op Europees niveau tegenin gaan, ook op nationaal niveau. In het parlement hebben we ook een aantal zaken gehad. Twee parlementsleden die geld hadden geaccepteerd. Eentje zit al voor 4 jaar vast in een van de lidstaten. Voor de andere geldt dat zijn zaak nog steeds niet is geopend, 4 jaar na dato. Dus corruptie bestrijden, dat is niet alleen maar een kwestie van een telefoontje van Barroso naar Angela Merkel. Dat is een direct antwoord op jouw opmerking. Het hangt af van de grillen van de lidstaten om met ons samen te werken. En ik geloof dat de commissie ook moet weerspiegelen dat het in de strategie is van initiatieven en wetgeving, dat het daarin altijd altijd gepubliceerd wordt wat we willen gaan doen. En dat wordt direct aan de lobbyisten doorgegeven. Hoge transparantie aan de lobbyisten. En we moeten eigenlijk de burger eerder op de hoogte brengen dan de lobbyisten. Dat is wat we moeten doen als commissie. Ska Keller. Ja, want er zijn maatregelen genomen tegen de lobbyisten. Zeg je, ja, we hebben dat register, maar dat is op vrijwillige basis. Lobbyisten hoeven zich niet te registreren, dus dat is toch geen echte maatregel, zou ik zeggen. Moeten we ook belangenconflicten aanpakken? We moeten een register hebben hier in het Europees Parlement. Ook in verband met de neveninkomsten van de leden van het Europees Parlement. Ja, G, daar heb je ook een aantal dingen op aan te geven. We moeten transparant zijn in verband met onze wetgeving op alle gebieden. Ja, meneer Schulz. Wordt onderbroken. G heeft ons ook nog wat te vertellen. Well, maybe. Misschien doet Ska Keller het niet, maar ik gebruik het transparantieregister van het Europees Parlement wel, Ska. Ik zet mijn mandaat erin. Wat heb ik gedaan? Allemaal open. Iedere journalist, wie dan ook uit heel Europa, kan dat inkijken en kan zien waar het allemaal om gaat. Dus ik ben open, transparant als lid van dit parlement. En ik hoop dat u hetzelfde doet. Oké, zullen we dan overstappen naar. Maar ja, we zitten een beetje met een probleempje. We hebben u voorgesteld als officiële kandidaten, maar heel veel mensen beweren dat wellicht geen van u de volgende voorzitter wordt van de Europese Commissie. Hoe gaat u daarop in, Ska Keller? Wel, ik denk dat er een grote kans is dat een van ons de voorzitter wordt van de commissie. En het moet ook zo gaan. Want ik denk dat het echt een belangrijke sprong voorwaarts is in de Europese democratie als de burgers de voorzitter van de commissie kunnen kiezen. Dat ook in het verdrag van Lissabon. En als de lidstaten dan toch iemand anders zouden kiezen, dan zou dat ingaan tegen het verdrag. Want in het verdrag is het duidelijk. Dat zou een grote klap zijn voor de Europese democratie. Ze moeten de stem van het volk respecteren. Want anders kunnen ze de volgende 5 jaar aan niemand zeggen waarom ze niet zijn gaan stemmen. Dan kunnen ze ook niet klagen over de opkomst. Want dat is waar het echt op aankomt. We wilden het democratischer maken. We wilden echt de mensen een gelaat geven. En kijk, hier zijn we nu, dit doen we nu. En de lidstaten moeten het Europese recht respecteren. G. Verhofstadt. Well, I think it's. Nou, ik denk dat het niet voor te stellen is dat we iemand van buiten afnemen, buiten de kandidaat. Ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn. Dat is het eerste grote consensus vandaag hier op dit podium. Maar goed, even serieus.
Kijk, het kan natuurlijk alleen maar één van de kandidaten zijn. Want anders kunnen we de deur wel sluiten van het Europees Parlement. En dan kunnen we ook de deur sluiten van de Europese democratie. Als het alleen maar een spelletje is wat we steeds spelen, eens in de 5 jaar. En de lidstaten komen dan bijeen achter gesloten deuren en kiezen dan niemand. Nou, dat kan niet. Dan hebben we ook afgesproken met de politieke partijen op Europees niveau om te zeggen, de kandidaat moet een meerderheid achter zich zien te krijgen. Het is niet zozeer de kandidaat die het grootste is na de verkiezingen. Hij kan een eerste poging ondernemen. Dat is het idee. Hij kan een eerste poging doen. Dat zijn de regels van de parlementaire democratie, SCA. Degene die het beste resultaat bereikt heeft, kan proberen om iets te doen. Maar geen kandidaat van buitenaf in ieder geval. Jean-Claude Juncker. De 28 premiers en regeringen hebben het verdrag van Lissabon ondertekend. De parlementen hebben dat geratificeerd. Dat verdrag zegt dat de Europese Raad naar rekening houden met de verkiezingen. Rekening moet houden met het Europees Parlement. Als de Europese Raad of bepaalde leden van de Raad dat niet doen, dan ontkent men de democratie. Dan gaat men voorbij aan de democratie. Het is duidelijk. Als men de resultaten niet respecteert van de Europese verkiezingen, dan zal nooit meer iemand. Dat kan je niet uitleggen aan de burgers. Regeringsleiders belangrijk zijn, maar burgers niet. Stemmen van de burgers moeten tellen. Dank u wel, meneer Juncker. Alexis Tsipras. Ja, een belangrijke stap naar de democratisering van Europa is gezet. En dat is niet te betwijfelen. Maar ja, het gaat nu om de burgers die niet komen, die eurosceptisch zijn. Ik vind het niet zo vreemd dat iemand, die luistert naar mevrouw Merkel bijvoorbeeld, of iemand die naar ons luistert, die dan maar denkt, als we verder willen komen met dit soort rampen voor de burgers, beleid die rampzalig zijn voor Europa, ja, dan is het duidelijk dat men angst krijgt voor de democratie. Want men is dan ook bang voor de reacties van de burgers. We zien al die programma's die mislukt zijn. We zien gebeuren. Meneer Juncker, u hebt nog geen antwoorden gegeven. Maar ik denk dat we één vraag hebben. Ofwel gaat Europa verder met meer democratie, ofwel is het de visie van Europa die helaas verdwijnt op de achtergrond. En dat is jammer voor ons allemaal. Martin Scholz, uw standpunt hebben we ook nodig. Interessante vraag. En ik moet dat per dag minstens 20 keer beantwoorden. Absoluut. De staats- en regeringsleiders mogen natuurlijk doen wat ze willen achter gesloten deuren. Maar dat is afgelopen, hè, met die achterkamertjesafspraken over de voorzitter van de Europese Commissie. Iemand van ons hier zal, hij of zij, voorzitter worden van de nieuwe Europese Commissie. En als ze het echt durven iemand anders te benoemen, dan is het antwoord heel duidelijk. Dan krijgt hij geen meerderheid in ons parlement, in het Europees Parlement. Dat is heel duidelijk. Want geen lid van het Europees Parlement zal voor hun stemmen. En er is one. Eén interessant dingetje speelt daarin, een interessant element. Geen enkele individuele staats- of regeringsleider heeft dat standpunt tot op de dag van vandaag uitgedragen. Alleen Angela Merkel heeft gezegd dat het niet automatisch is. Ja, dat is waar. Ook in Duitsland is het ook niet automatisch in de grondwet dat zij altijd kanselier blijft. Ze moest ook een coalitie vormen. Maar ik heb nog geen joker gebruikt. Oké, dan gebruik ik die 5 seconden om u te zeggen dat de volgende voorzitter van de Europese Commissie hier staat en dat u met hem aan het praten bent. Nou, ik denk dat in dat geval velen die joker zullen gebruiken. Nee, zegt meneer Verhofstadt, die gebruiken we niet. Dat zullen de burgers doen die joker gebruiken. Ja, nadat ze op mij gestemd hebben, zegt meneer Scholz. U krijgt elk 30 seconden nu, omdat we dicht bij het einde komen, de eindvraag over visie. Waarom moeten de burgers voor u stemmen? Ska Keller, 30 seconden. Mijn bod aan u, burgers van Europa, aan u, mensen die in Europa leven,
om precies te zijn, is dat ik ervoor zal zorgen dat Europa presteert wanneer het gaat om banen, om sociale bescherming, om klimaatsverandering. Dat we de Europese droom nieuw leven zullen inblazen. Dat we voor iedereen willen zorgen. Dat we zorgen voor een Europa dat zorgt voor de mensen die er leven. Laten we Europa opeisen. Laten we dat doen op 25 mei, maar ook daarna. Dat is mijn bod aan jullie. Guy Verhofstadt. Ja, ik wil een heleboel dingen doen. Dat kan ik allemaal niet zeggen in 30 seconden, hoor. Maar goed, het belangrijkste is dat we weer leiderschap nodig hebben in de Europese Unie. Een visie voor de toekomst. Dat is wat onze burgers ook vragen. Dat willen ze zien van de leider van de commissie. En dan drie dingen. Hè? Het herstellen van de economie. Banen, banen, banen. Dat zijn de drie prioriteiten voor de komende 5 jaar. Het is me gelukt. Inderdaad. Gelukt. Jean-Claude Juncker. Ja, ik wil een Europa dat niet voor scheiding is. Ik wil een eind maken aan die artificiële scheiding tussen Noord en Zuid. Oud en jong, nieuwe en oude leden. Ik wil een Europa dat een consensus biedt. Een Europa van het verstandige compromis. Een Europa dat ervoor zorgt dat de burgers weer verliefd worden op Europa. Alexis Tsipras. Alexis Tsipras. Ik zal ook mijn jokers gebruiken. Goed, om te beginnen willen wij een Europa dat eigendom is van de burgers. Een Europa van de burgers. We moeten de democratie en de samenhang, de cohesie herstellen. Het gaat om belangrijke beslissingen die de raad moet nemen. De burgers moeten besluiten over belangrijke zaken met referenda. En niet achter gesloten deuren. Niet door leiders. Ten tweede willen we proberen om direct de trojka te verjagen uit de Europese instellingen. Want daar moeten we tegen strijden. En ten derde moeten wij een Europese top krijgen voor een duurzame oplossing voor de schulden. Zodat we uit die crisis komen. We moeten de crisis met solidariteit, met cohesie en met democratie oplossen. Bedankt, meneer Tsipras. En dan gaan we naar Martin Schulz. We leven in dit huis dat we Europa noemen. En dan moeten we de ramen, de deuren openzetten om de burgers de kans te geven te zien wat er in het huis gebeurt en wie er over hen beslist. En ik wil een Europese Unie, een commissie die het belang van de gewone burgers op de eerste plaats zet. Ik ben burgemeester geweest, gemeenteraadslid. Ik heb lang in het parlement gewerkt. Ik weet dat mensen in Europa het moeilijk hebben. En ik wil Europa veranderen. Om te zorgen voor een beter leven voor iedereen. Met name een kans bieden aan de jongeren, de nieuwe generaties, om een betere toekomst in de Europese Unie te krijgen. Dank u wel. Heel hartelijk bedankt. Laat me zeggen dat er een klein element is waar de kandidaten het eens over zijn. Colin komt er zo bij. Schakeller. Nog even. Ja, we hebben het vandaag over Europa gehad, maar we mogen niet vergeten dat de mensen ergens anders in de wereld ook lijden. Het lijden aan armoede, aan oorlog, vervolging. En daar moeten we ook iets over zeggen. En we willen graag laten zien dat we met elkaar vandaag ons willen meedoen aan de Bring Back Our Goals campagne. Thank you. Ik wil de kandidaten daarvoor hartelijk danken. Het debat is voorbij. En ik wil Connor nog eens vragen wat er buiten deze zaal gebeurd is, terwijl we in gesprek waren. We hebben 63.000 tweets gehad. 50.000 mensen die aan Twitter hebben meegedaan aan het debat. Je kunt ook het resultaat bekijken op internet. Je hebt de kandidaten gehoord. U weet ook wat ze te zeggen hebben. Het is nu uw beurt. En we willen iedereen danken die hierin heeft meegedaan. Waar u ook bent. Blijf meedoen aan het debat online. Bekijk onze website eurovisiondebate.tv. Dat is alles voor vanavond hier vanuit Brussel. Namens het hele team hier in het Europees Parlement. Een hele fijne avond.